We zijn hier te gast op een melkveehouderijbedrijf en op dat melkveehouderijbedrijf wordt ruwvoer opgeslagen, in dit geval snijmais. En het is een grote uitdaging voor melkveehouders om vrijkomende vloeistoffen, dan kunt u denken aan persap, percolaatwater, maar ook schoon regenwater, om een goede scheiding te maken tussen schoon water en vuil water. Op sommige bedrijven wordt daar dit soort kleppen voor gebruikt. Dit zijn kleppen met een dubbele afvoer, waarbij de schoon water en vuil water apart van elkaar worden afgevoerd. Alleen die scheiding die moet worden gemaakt door een boer zelf. Hij moet zelf de klep gaan bedienen. Om dat proces te vereenvoudigen, hebben we hier op dit bedrijf een proef lopen met een zelfsturende klep. En die wordt aangestuurd door een sensor. In dit geval geleidbaarheid. En we testen hier in hoeverre het water wat uit die voeropslag komt door middel van een sensor gemeten kan worden. En die sensor stuurt een klep aan en die klep die bepaalt uiteindelijk wat vuil is, gaat naar een opvang en wat schoon is, gaat naar een oppervlaktewater. En daarmee maken we het afvoeren van schoon en vuil water uit zo'n voeropslag, dat gaan we automatiseren door middel van een sensor en een zelfsturende klep. Nou, ik sta hier met Brechtje van der Beuken van Bosbeton. Jullie doen mee met dit project. Wij testen hier een zelfsturende klep met een sensor. Zou je uit kunnen leggen wat het belang is van Bosbeton om met deze proef mee te doen? Jazeker. Wij verkopen al 50 jaar lang sleutelsieloplossingen. En ik zeg heel bewust sleutelsieloplossingen, omdat het eigenlijk een systeem is voor de boer wat hem moet helpen met het maximaal conserveren. En afvoer eigenlijk van de sappen die uit de silo komen, dat is een onderdeel daarvan. Dat is een heel wezenlijk onderdeel. We hebben daarom ook dus een groot systeem ontwikkeld, maar dat is nu nog echt op mechanische bediening. En we willen heel graag de volgende stap gaan maken naar een geautomatiseerde goot. Dat is eigenlijk wel ons uitgangspunt, om ook weer die klanten te ontzorgen. En eigenlijk naar toch ergens een letterlijk waterdicht systeem te komen. Bert van der Bos van Waterschap Zuider-Zeeland. We staan hier bij een sleutelsilo. Die is uitgerust met een kleppensysteem om schoon water en vuil water van elkaar te scheiden. Vuil water in het oppervlaktewater, ja, dat heeft dan toch negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit. Waterschap Zuider-Zeeland doet mee aan dit project om te kijken, kunnen we die sappen ook automatisch middels een sensor en een klep sturen naar een opvang. En als het schoon genoeg is, rechtstreeks te lozen in de sloot. Wat zien jullie als waterschap als een groot belang van dit project? Voor ons is het belangrijk dat de waterkwaliteit voldoet aan de normen. We hebben doelen voor de Europese kaderrichtlijn water 2027, dus dat komt snel dichterbij. En we denken ook, of we hopen in ieder geval dat dit ook iets oplevert, dat het de boer helpt om zijn waterstromen vanuit de voeropslag goed te sturen. Dat dus het verontreinigde regenwater naar de opvangput toe gaat. En het regenwater wat schoon genoeg is, dat naar de sloot toe kan. En we hopen dat dat ook de klep, dat het de veehouder ook het ontlast, zodat de klep voor hem de beslissing maakt en niet de veehouder zelf. Want dat is wat in de praktijk vaak niet goed gaat. En we hopen dat dat daaraan bijdraagt. Ja. En wanneer is dan voor jullie dit project geslaagd? Wij kijken vooral ook naar de waterkwaliteit, dus ook het water wat uiteindelijk in de sloot geloosd wordt. En vinden wij dat acceptabel voor de waterkwaliteit. En ja, we proberen zo dicht mogelijk bij een nul emissie te komen, maar dat is uiteindelijk het doel. Ja. En we kijken dan gewoon naar een aantal parameters en dan moet je bijvoorbeeld denken aan stikstof en fosfor. Ja. Oké, dankjewel. Graag gedaan.